internationaal ondernemen, omdat we in beginsel meer vraag uit het buitenland kregen en daar ook meer financiële middelen beschikbaar waren voor ons product. Daarnaast vinden we het heel leuk om internationaal te ondernemen, vooral omdat we niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd mensen blij willen maken met ons product. De grootste uitdaging in internationaal ondernemen voor mij was in beginsel altijd mijn leeftijd. Mensen in het buitenland die vaak een stuk ouder zijn, weten te overtuigen van een nieuw product in een nieuwe markt. Daarnaast kan taal nog wel eens een lastig iets zijn. In de coronatijd is het lastig dat je mensen niet op kan zoeken. En dat je eigenlijk alles digitaal moet doen. Wat het voor ons erg lastig maakt om echt een relatie op te bouwen en op die manier onze producten goed te kunnen verkopen. De RVO heeft ons eigenlijk in verschillende landen geholpen. Het is zo dat je in ieder land in de wereld het Nederlandse consulaat of Nederlandse ambassade zo binnen kan lopen of even een e-mailtje kan sturen. En daar kunnen ze je eigenlijk met praktische tips gelijk helpen. Denk aan het helpen met contacten, juridische oplossingen, dat soort zaken. Het is eigenlijk een soort houvast, stukje zekerheid, een soort oom en tante die wat meer weten. Eigenlijk mijn tip is, ga het gewoon doen. En dat is een hele algemene motivational quote binnen het ondernemen. Ga het gewoon doen. En als je het dan gaat doen, zeker internationaal, maak gebruik van de RVO. Bel eens een consulaat, bel eens een ambassade. En kijk ook of je gebruik kan maken van ervaren ondernemers die in die verschillende landen zitten. En vaak kan je via die consulaten of ambassades ook met ervaren Nederlandse ondernemers in verschillende landen in contact worden gebracht. Dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen.